Goedemorgen, we zijn het wakker. Ik ga Brinta voor haar maken, want ja, het gaat weer werken. Ik ben nog steeds huiveren vandaag. Ik wil steeds huiveren. En we moeten even wennen hoor. Dus ja, we moeten even wennen aan het feit dat we vloggers zijn nu ineens, hè. Nu. Smokey. Hallo. Zo. Kom dan. Nou, mevrouw die wil graag Brinta, dus dat maakt nu. En je zou denken, oh, dan kon ze me even helpen of zo voor het vloggen. Want we worden misschien wel helemaal behoed met vloggen en zo. Maar ze zegt, nee hoor, vandaag niet. Ik blijf liggen. Verschil moet er zijn. Is dat beter? Het is geen verschil. Wel. Maar nee, sowieso is ook goed. Bijna 2 maanden. Ik doe van alles hier. Jij bent alleen maar weg en dan moet ik het huis doen. Nou. Oh, yeah. Kijk hoe mooi. Doe het normaal. Zo'n haal uit mijn gezicht. Haal uit mijn gezicht. Doe zo mee. Dat kun je niet opplukken, joh. Nou, zo lijkt het gewoon normaal. Oh. Nee. Ik zit hier elke ochtend als je doucht voor de gezelligheid. Ja. Nou, ik kom net uit de douche. Ik heb gisteren trouwens de dokter gebeld. Ik zit aan de roken ten tegen acne. Nou zijn alle ontstekingen uit mijn huid. Er zit nog wel een beetje iets van, ja, pukkeltje dingetjes, maar geen ontstekingen. Roken ten is alleen voor ontstekingen. Dus ik heb besloten ermee te stoppen, want ik heb geen botox, zie je? En ik heb minder hoofdpijn. Ik denk dat ik wat gelukkiger ben. En ik word ineens oud in mijn huid. Ik denk, wat is er aan de hand? Dus ik heb de dokter gebeld. Ik zei, luister, roken droogt mij zo erg uit. Ik lijk me 10 jaar ouder. Nou sta ik net in de douche. Ik was mijn gezicht denk ik al 2 maanden met een blok zeep. Vind je het gek dat het uitdroogt? Maar ik ga dus stoppen met roken. Ik heb volgend jaar baby's. Dat maakt ook wel een beetje uit. Dus ja. Als je roken slikt. En je wil baby's. En je krijgt, en je wordt dan zwanger op dat moment. Krijg je baby's met bijvoorbeeld 1 oog, geen benen. Dus het is niet de bedoeling dat je zwanger wordt. Gelukkig kan ik niet per ongeluk zwanger raken van de omi. Hoewel we erg ons best doen. Maar ja, nee. Ik ga het Primark met mijn moeder. Dus ik ga me nu opmaken op de livestream. Ik ga mijn haar doen, want ik heb niks. En jullie zien me straks. Nou, ik was het lijf. Ik heb mijn make-up en haar gedaan. De wallen krijg ik niet weg. Maar ik ben 31. Dat is ook een dingetje. Wacht, ik ga laten zien wat ik aan heb. Dit is de outfit van vandaag. Met mijn nepstaartje. Ik heb expres deze plukjes erbij gekruld, want dan lijkt mijn haar wat echter. Ik heb gewoon een cargo broek aan, shirtje, lang vest, want anders is de jas te koud. En deze jas komt bij zo'n cheap ass winkel, een Lara modewinkel of zoiets. En hij was 40 euro, dus dat was helemaal niet duur voor een lange leren jas. Ik draag het niet elke dag, ik heb er niet elke dag een bui voor. Maar sjaaltje erbij, tasje erbij en dan ben ik klaar. Ik vergeet bijna helemaal te eten, dus ik eet snel een pita met eiersalade. Want voordat ik wegga en ik eet niet, dan ga ik daar lopen vergeten. En het kost extra geld en het is altijd slecht. Waarschijnlijk eten we toch iets bij de Mac, want dat doen moeder en ik altijd. Dus dan ga ik eerst een pietertje eiersalade. Mijn huissleutel ligt bij mijn moeder, dus ik heb Naomi haar huissleutel bij mij. En aangezien ik naar de stad ga en niet weet hoe laat ik precies thuis kom, kan het zo zijn dat Naomi dan voor de dichte deur staat en geen sleutel heeft. Dus die gaan we nu brengen. Ja, ik heb de sleutels gebracht. Er zit aan de nootjes. Dat is Rob. Andere kapper. Barber. Barber. En ja. Dat was het. Dat was het. Doei. Man, kijk je even de kou. Ja. Nou, ik ben er bij mijn moeder. Dus ja. Lekker de was aan het opvouwen. En ja, we gaan. Moet het doen. Ja, ik doe het niet. Ik heb mijn eigen wasjes. En dan gaan we zo met de trein gaan naar Den Haag toe. En ja. We moeten wel gevuld blijven. Dus waarschijnlijk gaan we ook even naar de Mac. Ja. Nee, dat kan echt niet naar de Mac. Ja, en je moet jezelf onderhouden, hè? Een 12 uurtje bij de Hema. Dat is net zo slecht. Nee, dat is minder slecht. Mami wordt van alles dik. Ik word ook van alles dik. Ik ben ook aan de lijn. Mijn vriendinnetje zegt, oh, je bent zo mooi slank. Oh. Dus ja, ik kan niet dikker worden. Nee, ik. Jij vroeger.
Ik word weer slank nu. Ik ook, wacht maar. Ja, nou, we wachten al heel lang. Ja. Ik ben dus bij de Primark voor die vliespakken. En die verkopen ze hier dus helemaal niet meer. Of nooit verkocht. Ik heb ze echt gezien, ik weet het zeker. En ik dacht, nou weet je wat, dan ga ik een BH zoeken. Maar ik weet dus mijn maat niet meer, want ik ben heel erg afgevallen. Ja, ik weet het niet. Ik ben heel moe doen. Ga even wat eten. Dat mag echt niet. Mijn moeder zoekt een petje voor Frits. En ik heb een Adidas vestje voor bij mijn broek. Ik had alleen de broek en ik wou het vestje nog. Ze hebben lekker strak gekocht. Ik heb ook een witte bontjas gezien. Maar ik mag echt geen bontjas meer kopen eigenlijk. Misschien dat ik maar aan het einde van de maand nog steeds heb onthouden. Dan haal ik hem. Maar anders wil ik hem. Of mijn moeder neemt hem. Ja. Zij is al leuke dingen. Ik niet. Ja. Ik lekker wel. Dus ik ga naar huis toe. Zij stapt uit bij haar huis. En ik rijd door naar het station. Wat ga ik doen dan? Fiets pakken. Nee. En de soep. Nee, morgen. Oh, doe maar Frits dan. Ik krijg veel eten. Oké. Okay. Dus ik rijd gewoon door. Ik stap uit en dan ga ik de Omi ophalen. Dan zie je me daar. Kijk, eigenlijk wilde ik deze halen. Ik ben altijd verliefd op jassen. Ik heb het dan weer. Ik heb het opgehaald hoor. Ik ben er weer hoor. Ze is heel kapot. Ze hebben alleen maar honger. We eten linssoep. En een broodje vegetarische shawarma. Want ja, dat is beter. Je zat te eten? Ja, lekker. Jij lacht alleen maar bij mij op de grond. Je kon alleen maar lachen. Okay. Ze zegt dat ze vol zit. Want mijn vrouw houdt niet meer goed. Dus ze zegt, ik zit vol, kan niet meer. Want jij moet opeten. Ik heb twee broodjes shawarma op. En nee, anderhalf. En wat zei je toen? Wat zei je toen? Appelbouillet. Ja, want ik heb appelbouillet gekocht. Pak het maar. Durf het te pakken. Dat is een kettenbol. Ook lekker. Ik ga het gewoon eten hoor. Ja, maar die soep dus is echt een baby. Kinderen zeggen, oh, is het zo vol? Kitten. Ze zitten vol voor een soep. Helemaal gezond. Speciaal gemaakt voor haar, voor de ijzertekort, voor de bloedarmoedige lijf. En nou, wel appelbouillet. Nee, pak even je eigen wat. Zo, geen. Smoky. Ik ga je moeder pakken. Oeh. Ik moet 1 deel jaar inhalen. Jezus, ja. Oké, een leuke afsluiting, want we gaan... Ja, we zijn moe. We zijn klaar. Ik ga mijn make-up zo eraf halen. We gaan even één... Je moet even één vraagje uitkiezen die we even nu... Zijn we van de Q&A, we hebben zoveel vragen binnengekregen. Kijk, wacht. Dit zijn alle vragen van iedereen. Dus we kunnen echt even eentje doen. Wie zeg maar. Dat vind ik wel moeilijk hoor. Wie heeft de broek aan in de relatie? Oké. Okay. Nee, echt vragen schoon. Oh. Wie heeft de broek aan in de relatie? Jij. Hoezo ik? Je bepaalt alles. Ik doe dat is niet. Helemaal niet waar. Dat is helemaal waar. Dat bepaalt alles. Zo klinkt wel gewoon een heks. Nee, maar het is toch zo? Heb ik de broek aan dan? Ja, jij zegt kom, we gaan dit doen, kom, we gaan dat doen. Ja, maar... Jij bepaalt meer hoor. Misschien is het gewoon 50-50. Ik klink alsof ik de broek aan heb, want ik ben heftiger. Ik klink heftiger. Misschien. Allebei één broekspijp dan? Allebei één broekspijp. Oké, wij hebben allebei één broekspijp. Mensen, slaap lekker. Tot morgen, dan gaan we weer vloggen. Nee, of doen we een Q&A? Of gaan we gewoon vloggen, het Q&A'en? Ik ga gewoon vloggen. Vloggen? Ja. Oké. Okay. En ook allebei? Ja, we uploaden ook gewoon een Q&A. Oké, okay, is goed. Okay. Mensen, slaap lekker.